Goedemiddag, welkom bij Studio Muda. Bij wie te gast Arnoud Gedanus en Pieter Ron Koolthof. Hoe gaat het met jullie? Vertel eens hoe het gaat met je, Arnoud. Nou, het gaat wel lekker. Een paar wedstrijdjes gestart en het begint wel weer een beetje fit te worden. Dus voor het WK dit jaar? Ik denk dat ik nog even een zomertje rustig aan doe. Zeg nooit nooit natuurlijk. Ja, zeg nooit nooit. Misschien, je weet nooit wat op je pad komt. En wat bedoel je daarmee, Pieter? Nooit nooit? Ja, nou, gaat er wel voor? Als het helemaal gaat kriebelen, dat merken wij in de twee, als het helemaal gaat kriebelen, dan is het soms moeilijk tegen te houden. Dus ja, je weet het nooit wat de tijd ons brengt, hè? Ja, je moet ook geen veren mee de bal te nemen, hè? Dan kriebelt het. Ja, dat is zeker waar. In zijn hol, hè? Maar hoe hebben jullie zaterdag ervaren in de vier? Ik zelf vond het echt een topwedstrijd, gewoon lekker rachen. En karakter roeien, dat was gewoon mooi. Ik denk dat het voor een instap echt best wel belangrijk voor toen. Vooral als ik de ploeg tegen de wind in. Ik denk dat we zeker tempotje 6:37 volhouden. Ik denk dat het wel goed was. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Wat vond jij ervan, Pieter? Ik vond het goed. Ik denk in de training hadden we soms wat moeite. We moesten een beetje erin komen. Maar op een gegeven moment is het gewoon best veel om te gaan racen. En dat hebben we gedaan. En ik denk dat het goed ging en dat er ook ruimte is voor verbetering. Dus ja, het moet niet gek worden, want dan zit je natuurlijk al op de WK. En dat zou zonde zijn. Er zijn ook nog andere roeiers die graag met jullie willen roeien. En wat heeft John nog iets over gezegd? Daar was wel tevreden over. Ja. Jij staat wel in de ploeg. We waren 10 seconden aan die LSA vier van Jolis. Ja, John was tevreden, hè? Dus we zullen het zien. Wie weet. Wat vonden jullie er zelf van? Ik vond het leuk. Ik vond het lachen. Het is gewoon lekker geen gezeik, gewoon gaan. Beetje harken. Dat, ja, misschien wel een beetje harken, technisch niet helemaal 100%, maar je gaat er wel voor en dat is wat telt in het roeien. Gewoon op karakter roeien, niet zeuren, ook al lig je achter, gewoon proberen toch aansluiting te komen. Ja. Gewoon lekker rachen voor het leven. En hoe ging bij jullie de twee vandaag? Wel een stuk beter dan 2 weken geleden, hè? Ja, twee weken geleden was het een beetje instappen en gaan en dan kijken waar het schip strandt. En het strandde redelijk snel. En vandaag ging het iets later stranden, maar... Jullie hadden wel de 100 meter gewonnen, hè, zoals we afspraken. Ja, ging de wedstrijd op. Pieter had eerst 500 met jullie afgesproken, maar ik ben blij dat we hem naar de 100 hebben bijgesteld. Dat hielden we nog wel vol. Mooi. En wat vonden jullie van die andere twee zonden? Tegen Tij, zware? 2 weken geleden ging het bij hun volgens mij beter, maar ik denk dat we nu gewoon, wij waren meer gefocust om bij jullie aansluiting te houden. Maar dat hadden we eigenlijk na 700 meter was het al een beetje kwijt. En dat was jammer, maar de volgende keer over 3 weken Holland beker, dan zijn we weer. Ja, we zijn weer een stapje verder. Ja, wij ook. En voor de laatste nog een vraag, de lichte 8 straks, die moet roeien. Wat denken jullie ervan? Als ik kijk naar... gisteren, dan denk ik dat die SP-viertjes een leuke tegenpartij kunnen bieden. Maar ik denk dat in zo'n lichte 8 toch iets meer aan op ervaring. Ik zet toch uiteindelijk toch mijn kaart in op de SA-ploeg. Wordt het een spannende race, Pieter, denk je? Ik denk het wel. Ze missen jullie een beetje, denk ik, hè? Ik denk dat het toch een extra impuls geeft. En ik ben benieuwd of ze dat zonder jullie ook kunnen. Dus dat is de grote vraag, denk ik. En hadden jullie erin willen zitten, niet echt? Ik bedoel, jullie staan toch wel op powerhouse, hè? Van Arnoud weet ik het. Pieter, die zit met Arnoud, dus die moet wel. Ja. Ik denk dat ik op dit moment nog niet helemaal fit ben om een 8 echt de wil op te leggen. Maar John Faulkner komt naar jullie toe en die vraagt een maand voor het WK, willen jullie meedoen in de 8? Wat zouden jullie dan zeggen? Nou, ik vanaf ook op het strand zit. Dus daar heb ik nog over. Ik zou er nog even over nadenken, maar in eerste instantie hou ik bij mijn eerste besluit om pas in september weer aan te sluiten. Ja, dan gaan we een nieuwe groep maken. Wij viertjes, Tim en Roel met z'n 6 lekker trainen. Ja, dat lijkt me wel goed. Klinkt goed toch? Goed idee. Ja, vinden wij ook. En aftiteling, ja. Dan ga ik. Nou, dit was het dan. Tot bij Studio Muda. En dan 5 seconden achter ons, hè? Precies. 5 seconden? Houden we de 3. We gaan voor de eerste 3 seconden. Niet te snel, hè? Volgende keer gaat de wedstrijd over 1 kilometer. Oké, afkappen, pap. Hey, doei. Tot zo.